Welkom bij de Money Mindset Masterclass. Superleuk dat je kijkt en superleuk dat ik jou het komende half uur mag meenemen in mijn ideeën en mijn inzichten op het gebied van Money Mindset. Ik hoop dat ik je kan inspireren om op een andere manier naar geld te kijken, mocht het zo zijn dat jij nog beperkende overtuigingen op geld hebt. Op zich is het niet zo dat deze masterclass alleen bedoeld is voor mensen die geen geld hebben of heel weinig geld hebben. Want ook als je heel veel geld hebt, kun je nog steeds beperkende overtuigingen op geld hebben. En ook als je heel veel geld hebt, kun je nog steeds issues hebben op het gebied van geld. Want every level has its devil, zeggen ze wel. Dus kijk gewoon als je het interessant vindt, doe lekker mee. Ik heb een aantal opdrachten voor je. We gaan in 8 stappen naar een nieuwe money mindset. En we gaan meteen beginnen. Wat gaan we onder andere doen? Ik wil het met je hebben over jouw beperkende overtuigingen. Daar nog wat inzicht in krijgen van, hé, wat komt er nou vandaan? Ik wil het met je hebben over hoe je ook naar geld zou kunnen kijken. Ik wil het met je hebben over wat heb jij eigenlijk in huis? Wat is jouw goud? En uiteindelijk wil ik het ook met je hebben over gewoontes die je kunt gaan implementeren op het gebied van money mindset. Ik geloof dat alles energie is, dus geld is ook energie. En ik denk dat in deze tijd, eigenlijk misschien wel altijd al, heel erg veel waarde aan geld is gehecht. En ook dat geld gelinkt is aan eigenwaarde bijvoorbeeld. En op het moment dat geld is gelinkt aan eigenwaarde, dan daalt dus je eigenwaarde op het moment dat je minder geld hebt. Dat is best wel raar eigenlijk. Want geld is een bedacht iets. Geld bestaat eigenlijk helemaal niet. Ze hebben briefjes gedrukt, maar ze kunnen oneindig veel briefjes drukken. En de rest van het geld is virtueel. Dat zien we niet. Dat krijgen we nooit in handen. Dus waarom maken wij ons er nou eigenlijk zo druk over? Wat is dat toch? Nou, geld wordt ook extreem belangrijk gevonden. En heel veel mensen hebben ook het gevoel dat geld, dat eigenlijk geld het allerbelangrijkste is in het leven. Terwijl dat in de praktijk blijkt dat je ook best wel veel dingen zonder geld kunt. Maar we zijn zo ingesteld op dat we overal geld voor nodig hebben, dat het heel moeilijk is om die patronen zeg maar te doorbreken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe je opgevoed bent over geld, wat je van huis uit meegekregen hebt en ook waar je de aandacht aan geeft. Tony Robbins zegt het heel mooi, where focus goes, energy flows. Dus op het moment dat jij je enorm richt op bijvoorbeeld dat je geen geld hebt of dat je heel weinig geld hebt of te weinig geld hebt, dan gaat daar al je aandacht naartoe. En op het moment dat je ergens superveel aandacht aan besteedt, dat wil niet zeggen dat je daarmee je probleem oplost. Sterker nog, door heel veel bezig te zijn met iets wat je niet hebt, wordt het groter, dat probleem. En gaat het je zwaarder vallen. En dat is eigenlijk zonde van je energie. Je kan beter je energie focussen op hoe krijg ik meer, in plaats van hoe ga ik om met dat ik minder heb. Op het moment dat je je energie gaat focussen ook op andere gedachten over geld, gaat dat ook belangrijker worden voor je. Dan gaat daar meer aandacht naartoe, dan gaat daar meer energie naartoe en dan ga je daar ook beter over voelen. En het gaat niet zozeer om hoeveel geld je hebt, maar het gaat over het gevoel wat je over het geld hebt, dat je hebt. En op het moment dat je daar een beter gevoel over krijgt, dan wordt het ook makkelijker en dan komt het ook makkelijker naar je toe. Want als jij je handen vol hebt met geldproblemen, dan heb je ook geen ruimte in je handen om geld te ontvangen. Zo moet je het een beetje zien. En dat gaat misschien een beetje ver, maar als je al een klein stukje daarvan, als je daar al in mee kan gaan, dan zul je merken dat daar al een hele grote shift te maken valt. Maar we komen soms van ver. En ik vind het wel interessant om eerst even te kijken van, nou, hoe is het op dit moment met jou en geld? Waar sta je? Wat zijn je gedachten en je verhalen die je hebt over geld? Heb je beperkende overtuigingen of ga je eigenlijk best wel lekker? Dan zou je liever willen dat het toch makkelijker zou zijn. Moet je struggelen om elke maand rond te komen? Of komt het met bakken binnen? Klotsen tegen de plinten op? Inventariseer dat eens bij jezelf. En natuurlijk, zeer belangrijk,
Waar wil je naartoe? Wat zijn je wensen en dromen? Wat zou je graag willen bereiken? En waar word je blij van? Van welk idee met betrekking tot geld? En hoeveel geld heb je daar dan voor nodig? Het is goed om voor jezelf te achterhalen van nou, hoe sta ik daar eigenlijk in? En waar zou ik naartoe willen? En natuurlijk heel belangrijk, staat er nog iets in de weg? Heb je nog draken, beren, obstakels die jou tegenhouden om dat te bereiken wat je graag zou willen bereiken op het gebied van geld? Nou, en veel van die blokkades die zijn ontstaan in het verleden. Die hebben te maken met je overtuigingen over geld. En mijn opdracht voor jou is dan ook om te bedenken, wat is jouw eerste geldassociatie? Als ik jou vraag, geld, waar denk je dan aan? Wat is het eerste dat in je opkomt? En dan moet je niet diep na gaan denken, dat moet echt gewoon meteen naar boven komen, want dat is waarschijnlijk de waarheid. En dat is een belangrijke indicator voor hoe het met jouw geld mindset op dit moment is. En de volgende ding gaat over welke overtuigingen heb jij meegekregen van huis uit? Een voorbeeld wat in mijn verleden veel is gezegd is: als je voor een dubbeltje bent geboren, word je nooit een kwartje. Met andere woorden, ja, het is nou eenmaal zo. Je bent nou eenmaal niet rijk. Dus ja, je zal ook nooit rijk worden. Terwijl dat is natuurlijk al lang bewezen dat dat niet waar is. Want er zijn ook mensen die super arm geboren zijn en inmiddels miljonair zijn. En andersom. Dus ja, dat is eigenlijk niet waar, dit verhaal. Maar het kan enorm veel invloed op je hebben als dit jou ja, continu verteld is. En het grappige was, in mijn geval hebben ze mij dat dus verteld, terwijl dat ik dus eigenlijk uit een best rijke familie kom. Dus dat waren ze zelf ook een beetje vergeten. Geld stinkt. Dat is ook eentje die ik best veel gehoord heb. Ja, geld is eigenlijk, er komt alleen maar narigheid van. Het is het slijk der aarde. Geld is vies, geld is fout. Mensen die geld willen hebben, dat zijn eigenlijk gewoon wolfjes. En ja, er komt eigenlijk gewoon nooit iets goed van geld. Ook deze is natuurlijk helemaal niet waar, want als je het geld in de juiste, in de handen van fijne mensen stopt, dan kunnen er heel, heel, heel erg veel mooie dingen gebeuren. En waarom zou geld in jouw handen bijvoorbeeld niet fantastisch terecht kunnen komen? Rijke mensen zijn egoïstisch, dat is de eentje die ik ook best veel gehoord heb. Het zijn mensen die zijn vaak heel zuinig. Die zitten dan toch nog best wel op hun geld. Als ze dan een feestje geven, dan hebben ze worst en kaas van de Lidl. En ondertussen doen ze schone schijn met hun mooie meubels en hun dure auto. Kan ook een heel hardnekkige overtuiging zijn, die ervoor zorgt dat jij heel veel moeite hebt om geld naar je toe te trekken. En ja, dat is natuurlijk best wel een onzinverhaal, want er zijn heel erg veel superleuke mensen die heel veel geld hebben. Ik ken er heel veel zelfs. En het zijn toffe mensen. Dus en ze zijn zeker niet egoïstisch. Maar om rijk te worden, moet je wel geld belangrijk vinden. En op een bepaalde manier. Dus ja, dus dat moet je dan wel zin in hebben om dat op die manier te doen. Wat ik ook veel gehoord heb in mijn verleden is: het geld groeit ons niet op de rug. Mijn ouders hadden een pand aan de gracht in Alkmaar. Daar ben ik opgegroeid. Het was een heel mooi pand. Drie verdiepingen met een dakterras en een winkel onder. Dat was de winkel van mijn vader, een lijstenmakerij. Mijn vader was fotograaf en lijstenmaker en die knapte hele mooie oude kunstwerken op. Maar toen kwam de crisis in de jaren 80 van de vorige eeuw. En dat was ja, een drama voor, ja, voor de financiële situatie. En op een dag werd al het antiek en alle mooie spulletjes uit ons huis weggedragen door mannen van de bank, zo is het mij verteld. En zo heb ik het me herinnerd. Ik was toen 8. En het heeft gigantische impact op mijn leven gemaakt, want toen waren we in één keer arm. En toen groeide het geld niet meer op de rug van mijn ouders. En
Nou, dat hebben we wel gemerkt, ja, want elk dubbeltje moest worden omgedraaid. En dat is dus wat ik meegekregen heb over geld. Terwijl dat wij daarvoor uit een, nou ja, we woonden daar heel luxe en we leefden ook heel luxe. We gingen heel vaak op vakantie. We gingen, ja, het ontbrak ons in principe aan niks. En ja, dus dat heeft best wel veel impact gehad op mij en natuurlijk op het hele gezin. Wat ook heel veel voorkomt, is voor geld moet je heel hard werken. En met name kinderen met ouders die heel erg hard gewerkt hebben, die hebben dit ja, met de paplepel ingegoten gekregen. En ja, als je niet gezweet hebt, dan heb je het eigenlijk niet verdiend. Dat is natuurlijk ook helemaal niet waar. Want je kunt ook op een makkelijke manier geld verdienen. Wat ook een interessante is, is deze kan je tweeledig opvangen vatten. Namelijk, er zijn mensen die best wel veel geld hebben en die dan gratis dingen gaan doen omdat ze zich schuldig voelen over het feit dat ze geld hebben. En die zeggen dan, ik doe het niet voor het geld. En er zijn ook mensen die zeggen van nou, die voelen zich schuldig over het feit dat ze iets doen wat ze heel leuk vinden. En die vinden dan eigenlijk dat je als je iets leuks doet, dat je daar dan niet geld voor mag krijgen. Want je krijgt er al plezier van terug. En dan is geld een beetje dubbelop. Dus die zeggen dan, ik doe het niet voor het geld, maar voor het plezier. En daardoor gaan ze bijvoorbeeld dingen gratis doen, terwijl dat helemaal niet zou moeten. Want de overtuiging dat iets niet leuk mag zijn, dat is natuurlijk heel raar ook. Dus, maar goed, zijn hardnekkige overtuigingen die enorm in de weg kunnen zitten. En ja, mijn vraag aan jou natuurlijk is dan, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Wat zijn jouw drie grootste geldovertuigingen? En ik zou zeggen, neem even de tijd om dit op te schrijven, want dit gaat je echt heel erg helpen en veel inzicht geven in hoe je het eventueel straks anders kan gaan doen. En de vervolgvraag is dan ook, is absoluut 100% bewezen dat die overtuigingen waar zijn? En zijn ze van jou of zijn ze eigenlijk van iemand anders? Want alle geldovertuigingen die ik mee heb gekregen, die zijn niet van mij. Al mijn geldovertuigingen zijn allemaal van mijn ouders. En ja, dat is best wel een ding natuurlijk. Ik heb ook besloten dat ik ze aan mijn ouders teruggegeven heb. En ik heb ze bedankt voor de mooie inzichten. En vervolgens besloten dat die overtuigingen mij helemaal niet dienen. En dat ik ze dus niet bij me wil houden en niet mee wil slepen. Je moet het een beetje zien als dat je eigenlijk de beperkende overtuigingen van anderen meesleept in een grote koffer. En dat dat allemaal extra belast is voor jou, ballast is voor jou. En dat je ja, natuurlijk net zo goed kan zeggen van, hé hey, jongens, het is niet van mij, dus pak het even terug en doe ermee wat jij wil. Maar ik heb het niet meer nodig. En dat is ook een hele interessante oefening om te doen. Dat kan je letterlijk doen, maar dat kan je ook natuurlijk doen door het op te schrijven en gewoon ja, zeg maar op een energetische manier even los te laten. Want als geld energie is en je zou de overtuigingen die ik net heb genoemd, je zou daar het woord energie voor in de plaats zetten. Bijvoorbeeld mensen met energie zijn egoïstisch of de energie groeit mij niet op de rug. Dan merk je al van, hey, oké, eigenlijk helemaal niet spannend. En dus kun je dus je overtuigingen ook ombuigen in geld over positieve geld gedachtes die jou kunnen helpen om juist meer geld naar je toe te trekken en ook meer gemotiveerd te zijn op het gebied van geld. En hoe je over geld denkt, dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met welk geldtype je bent. En ook dat is vaak overerfd of ja, geïnspireerd door de omgeving waarin je bent opgegroeid. Maar soms is het ook het tegenovergestelde van hoe je bent opgegroeid. Dan is het een soort tegenreactie. Dus ben je bijvoorbeeld een type wat makkelijk geld kan uitgeven? Ben je een big spender? Ben je iemand die echt gewoon nergens op kijkt en eigenlijk ja, ook wel aan het eind van de maand een stukje geld over heeft. En vind je het ook heel moeilijk om geld bij je te houden
En er ja, wat langer mee te doen. Dat is natuurlijk van de ene kant een hele goede eigenschap om gul te zijn. En van de andere kant is het natuurlijk wel zo van ja, hey, als je het meteen uitgeeft en ook niet naar kijkt, dan heb je wel kans dat je daardoor juist in de problemen komt. Maar je kan ook bijvoorbeeld iemand zijn die het heel moeilijk vindt om geld te ontvangen. Dus je bent iemand die het op zich wel graag wil, die ook wel open staat voor geld, maar die door de overtuiging het heel moeilijk vindt om het geld in ontvangst te nemen. En die dus bijvoorbeeld heel veel dingen gratis doet en denkt van nou, dat hoeft niet, weet je wel, geen cadeautjes op je verjaardag, want ja, dat is toch niet nodig. En ja, op het moment dat je het moeite hebt om te ontvangen, dan wordt het natuurlijk heel lastig voor geld om naar jou toe te komen. Dus je, dit is een hele interessante om dus wat ontvankelijker te gaan worden over, voor geld. En dat kan je al oefenen met simpele andere dingetjes, door bijvoorbeeld ontvankelijk te worden voor complimenten. Op het moment dat iemand jou een compliment geeft, dat je gewoon bedankt zegt en niet een heel excuus gaat verzinnen van waarom dat compliment eigenlijk niet zo nodig is. Of onterecht is misschien zelfs wel. En het dus niet wegwuiven, maar gewoon met open armen ontvangen. Kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een heel spaarzaam type bent. Dat je echt elk dubbeltje omdraait, er al 26 keer over nadenkt voordat je überhaupt iets uit gaat geven. En ja, ook dat kan je natuurlijk heel erg makkelijk in je jeugd hebben opgedaan. Dat je ja, eigenlijk nooit geld uitgeeft aan jezelf of jezelf iets gunt. Of dat je ja, echt een beetje vrekkerig bent. En dat kan je ook een sport, als een sport zien natuurlijk. Hè? Dat je heel erg bezig gaat met dus goedkoopste boodschappen doen en de beste deals. En dat kan ook een soort van hobby zijn en je kan daar ook best wel in doorslaan. En op zich is er natuurlijk niks mis met spaarzaam zijn, behalve dan dat als je alles bij je houdt, dan heb je je handen vol en dan kan je niet makkelijk ontvangen. Dus je moet het letterlijk zo zien. Als je handen vol zitten, dan is er geen ruimte om te ontvangen. En op het moment dat je ze open doet en het gewoon laat stromen, dan is er ruimte voor ontvangen. En dus is het de bedoeling dat geld eigenlijk een beetje naar je toe gaat en van je afkwaad en heen en weer gaat. En ja, als jij een van deze drie types bent, dan ja, is dat dus lastig. En ja, dus het is wel interessant om te kijken, nou, welk type ben jij dan? En waarom? En waar komt dat vandaan? Want zijn jouw geldovertuigingen ook gekoppeld aan de manier waarop je met geld omgaat? Of is het een tegenreactie? Ik ben zelf een big spender geworden omdat ik vroeger zo ongelooflijk veel stress op geld heb gehad. En daardoor vind ik het heel lastig om geld bij me te houden. Wil ik er eigenlijk liefst zo snel mogelijk van af. Nou, moet je je voorstellen wat er dan gebeurt. Ik heb daarom wel gelukkig heel veel dromen kunnen laten uitkomen. Dus dat is wel tof daaraan. En wat zou je doen als geld geen issue was, hè? Dat is ook best wel een hele interessante vraag als het gaat over je dromen. En de opdracht is dus ook noem drie grote dromen of wensen die je hebt. Schrijf die ook helemaal uit tot in detail. Ik zou zeggen, zet de video even op pauze en maak hier echt werk even van. En als het gaat over, zeg maar, waar je nu staat en waar je naartoe wil, dan, dan hebben mensen vaak het idee van, ja, jeetje, maar het duurt nog zo lang voordat ik dat geld heb en ik wil eigenlijk een reis gaan maken of ik wil iets, een bepaald iets hebben. En dan staan ze er eigenlijk niet bij stil wat er allemaal al is. En soms lijkt het verschil tussen wat er is op dit moment en wat de wens is zo groot dat het bijna onoverbrugbaar lijkt. En dan is het altijd slim om te kijken naar het verleden, maar ook naar wat is er op dit moment. Want uit het verleden kan je halen dat het je al meerdere keren gelukt is om toch het geld te hebben. Bijvoorbeeld op het moment dat je iemand bent die best wel vaak geldproblemen heeft. Kijk, op het moment dat jij nu op dit moment een dak boven je hoofd hebt, eten kan kopen en je dingen gewoon kan doen,
dan wordt er in principe voor jou gezorgd door jouzelf of door de universe, hoe je het wil zien. Op het moment dat dat er niet is, komt er altijd weer iets waardoor het geld wel weer naar je toe komt. En dat kan zijn dat jij zelf een spurt maakt en snel een baan probeert te vinden of iets gaat doen om het op te lossen. Of dat je een lening afsluit bij iemand. Of dat er in één keer een klus komt die je niet had verwacht. Dat kan van alles zijn. Maar als je teruggaat naar het verleden, zul je zien dat het eigenlijk altijd toch weer goed komt. En heel veel mensen die hebben de angst van, nou, stel dat mijn geld op is. Dan ja, is dat einde verhaal. Maar dat is het eigenlijk bijna nooit. En ja, die ene keer dat dat wel zo is, dan is dat vaak niet de belangrijkste reden, het geld. Dan heeft het vaak met de money mindset te maken. Wat is er al, is een hele goede manier om te kijken naar hoe rijk ben je eigenlijk? Dus wat heb jij in huis aan materiële zaken? Inventariseer dat eens. Kijk eens naar wat heb je allemaal aan cd's en boeken en meubels en spullen. En realiseer dan dat je gewoon eigenlijk dat miljoen waarschijnlijk gewoon in je huis hebt staan. Als het gaat over immateriële zaken, dan is het zelfs vaak nog meer geld waard. Want dat gaat over jouw rijkdom, jouw goud, je kennis. Je vaardigheden, je inzichten, je levensinzichten, je skills, alles wat jij in je leven hebt verzameld, dat is allemaal rijkdom. En dat kun je, als je wil, omzetten in goud of in geld. En ja, eigenlijk kan je dus altijd geld maken met dat wat je in huis hebt. Zelfs als je nog niet zo heel veel kennis hebt, je hoeft maar een klein beetje meer kennis te hebben dan degene die je helpt. En je kunt diegene helpen. Dus best wel belangrijk om eens te kijken naar wat kan je dan al? En wat heb je al? En wat doe je al? En wat zou je eventueel nog meer kunnen doen om meer geld te maken? En dit is een serieus belangrijke vraag die heel veel mensen niet stellen. Van hoe kan ik mijn dingen die ik in huis heb, omzetten in geld. Nou, je kan het zeggen van, nou, ik ga iets verkopen, kleding die ik niet meer draag. Nou, daarmee kan je al geld maken. Maar je kunt bijvoorbeeld ook geld maken door een aanbod te verzinnen, dingen die jij heel goed kan. Bijvoorbeeld een skill die je hebt op een bepaald gebied. Jij weet heel veel van het programma waar hier mijn presentatie in gemaakt is. Canva. Dan kan je iemand anders leren hoe Canva werkt. Of je kan voor iemand anders een Canva-presentatie maken. En ja, voor alles is in principe een mogelijkheid om geld te verdienen. En het enige wat je moet doen is vraag en aanbod bij elkaar brengen. En je dus goed realiseren van, hé, wat heb ik allemaal in huis en wie zit daarop te wachten? Dus de volgende opdracht is, kijk eens naar jouw drie gouden geldkansen. En die kun je dus op meerdere manieren bekijken. Je kunt kijken, nou, waar geef ik het meeste geld aan uit? Is dat terecht en kan ik het beter aan iets anders uitgeven? Met andere woorden, kan ik gaan besparen? Of kan ik mijn geld slimmer uitgeven? Bijvoorbeeld door een ander contact aan te gaan met je energieleverancier of met je telefoonprovider of met je leverancier van water. Of nou ja, dat soort dingen, die kun je natuurlijk onder de loep gaan nemen. En daar zijn altijd kansen om meer geld te maken. Heb je al je abonnementen wel nodig? Kun je niet iets opzeggen? En als je één abonnement van een tientje per maand doet, dan heb je al €120 verdiend op jaarbasis. Zo makkelijk is het. En wat is belangrijk in je leven? En geef je dat ook de prioriteit die het verdient? Dus door je aandacht te shiften naar dat wat je echt belangrijk vindt, kan je ook geld verdienen. En kan je je ook rijker voelen. Dus bijvoorbeeld, ben nu heel veel bezig met geld. Geld dat er niet is. Op het moment dat je gaat kijken naar je gezin en je denkt van ik heb hele leuke kinderen en we kunnen misschien wel gaan wandelen in het park, dat is gratis. En dat gaat jou heel erg rijk doen voelen.
Dus ja, dat is ook wat waard. En als geld energie is, dan is dat een hele fijne energie die je kunt hebben. En natuurlijk is het belangrijk om te kijken naar wat zijn de mogelijkheden om meer geld te maken. En ik zeg dus ook niet bewust meer geld te verdienen, want als je het gaat over verdienen, dan zit dat gelinkt aan waarde. Jouw waarde. De waarde van dat wat jij doet. En ik geloof dat je dat los moet koppelen. Want in principe kan iedereen die ook maar iets in huis heeft, kan geld maken. Ja, door de simpele keuzes te maken, of misschien ook wel de lastige keuzes te maken, dat jij echt enorm geldproblemen hebt en het geld moet weer gaan vloeien en stromen, dan moet je misschien wel je auto wegdoen. Dan moet je voortaan op de fiets naar je werk, of dan moet je misschien wel je Netflix-abonnement opzeggen en dan moet je gewoon lineaire televisie kijken. Ja, ik moet er niet aan denken, maar ja, als het moet, dan zou je het kunnen doen. Of je gaat kijken naar van, hey, kan ik niet iets verkopen wat ik in huis heb? Of kan ik niet een leuke workshop geven waar mensen geld voor over hebben? Of kan ik niet een online cursus organiseren? Of kan ik niet op de markt gaan staan met het oude speelgoed? Er zijn zo verschrikkelijk veel manieren en het is goed voor jezelf een brain dump te maken van alle mogelijkheden die er zijn. En die zijn echt, er zijn er echt veel. En wat ook helpt bij je money mindset is natuurlijk op een andere manier naar geld kijken. Ik ben al begonnen natuurlijk met het verhaal dat heel veel mensen een negatieve associatie met geld hebben. Maar wat is er eigenlijk leuk aan geld? Schrijf dat voor jezelf ook eens op. Wat is er allemaal leuk aan? Wat zou je er allemaal mee kunnen doen? Wat geeft het voor een perspectief? Wat zou je allemaal kunnen kopen? Wat zou je allemaal kunnen beleven? Aan wie zou je het allemaal kunnen geven die er beter van wordt en die daar blij van wordt en die daar onwijs mee geholpen is? Ik noem goede doelen, maar ook de school van je kind, of de opleiding, of ja, een mooie e-bike, of een hele interessante coach waar je altijd al mee had willen werken. Nou, het kan van alles zijn. Dus schrijf dat eens op. En onderstreep vervolgens wat het meeste bij jou resoneert qua geld, gedachtes in positieve zin. En maak daar dan een positieve geldassociatie van. Een soort van money mantra. Stap 6, dat is eigenlijk kijken naar wat zijn money habits die ik kan invoeren, waardoor ik meer grip op geld krijg en ook een andere vibe bij geld heb. En dit is iets waar ik zelf heel veel moeite mee gehad heb om dit te doen. Het was echt een struggle om hier doorheen te komen. Maar ik ben zo blij dat ik mezelf hierin ja, heb gedwongen eigenlijk. Want overzicht geeft inzicht. Op het moment dat jij voor jezelf helder gaat krijgen wat komt er binnen en wat gaat eruit, ga je ook zien waar het scheef zit. Ga je voelen van, oh jee, ik heb eigenlijk wel heel veel prioriteit hier aangegeven. Is dat wel terecht? In sommige gevallen is dat natuurlijk zo. Kijk, je vaste lasten zijn je vaste lasten. Maar goed, sommige vaste lasten kun je heroverwegen. Kun je bekijken van, hey, kan dat anders? En waar geef je verder je geld aan uit? En is dat inderdaad ook waar je je geld aan uit wil geven? En wat komt er eigenlijk binnen? En zijn er geen mogelijkheden om meer geld binnen te laten komen? Ik kan noemen een voorbeeld, marktonderzoek. Heel erg leuk om te doen. Je mening geven over allerlei verschillende dingen. Dingen proeven, dingen uitproberen. En die marktonderzoeksbureaus, die hebben daar best wel wat geld voor over om jou iets te laten testen. Nou, schrijf je in, kijk wat er gebeurt. Ja, er zijn zo verschrikkelijk veel dingen die je zou kunnen bedenken. Maar in ieder geval, overzicht creëren, dat is de sleutel tot een beter gevoel over geld. Want dan heb je het meer onder controle. Wat ook belangrijk is, is je taal die over geld gaat. Heel veel mensen die praten negatief over geld en die praten op geld
alsof het schaars is, alsof het moeilijk is, alsof het zwaar is, alsof het negatief is, alsof het struggle is. Terwijl als je geld op een positieve manier gaat benaderen en positieve woorden over geld gaat praten, dan gaat geld ook veel makkelijker naar je toe stromen. En je moet eigenlijk geld zien als een vriend of vriendin die, je dan ook, die zich dan ook veel meer uitgenodigd voelt door jou, om bij jou te hangen. Hè, om het zo maar even te zeggen. Wat ook een hele interessante is, die heb ik geleerd van de Zen-miljonair Ken Honda. Dat is een Japanner. Die zegt, je moet als je je geld uitgeeft en als je het ontvangt, je geld bedanken. En hij noemt dat happy money. Want money wordt happy als er een positieve vibe bij is. En ik zet dus ook altijd op mijn facturen, dank je wel dat je deze factuur betaalt. Laat het geld jou 10 keer zo in 10-voud terug bij jou komen. En als ik een factuur betaal, dan zet ik er altijd bij arigato money. Oftewel, dankjewel geld dat jij dit voor mij mogelijk maakt. En dat geeft een dankbaarheidsgevoel. En een dankbaarheidsgevoel vergroot jouw gevoel van rijkdom. En dat heeft een positieve energie. En dat geeft jou dus een positiever gevoel over geld. Wat ook een ding is, is dat geld, dus, dat zei ik net al, geld moet zich uitgenodigd voelen om bij jou te zijn. Het moet fijn vinden om bij jou in de buurt te zijn. En je kunt geld uitnodigen door het in je huis neer te leggen. Stapeltjes geld. Elke de Boer noemt dat stekken. Regelmatig stapeltjes geld bij je hebben in je portemonnee. Op je tafel, in het zicht. Zorg ervoor dat jij ook altijd met geld bezig bent op een positieve manier. Want je ziet dan dat stapeltje geld. Je ziet dat er geld is. Je voelt, oh, ik hoef me niet druk te maken over geld, want het is er gewoon. Dus je gaat vanuit een schaarste kijk naar geld, ga je naar abundance, een overvloeds kijk op geld. Een rode portemonnee, dat schijnt ook geld aan te trekken, dus dat zou je ook nog kunnen proberen. En het vertrouwen op overvloed. Vertrouwen dat als het een keer minder is, dat er ook altijd weer geld komt. Vertrouwen op dat je overzicht hebt over je geld. Vertrouwen op dat je weet dat in het verleden alles wat met geld te maken heeft ook weer goed gekomen is. En vertrouwen op dat het in de toekomst dus ook zo zal zijn. En hoe meer je daarop gaat vertrouwen, hoe hoger je energielevel, hoe makkelijker dat ook gaat gebeuren. Vertel jezelf een money mantra. Bijvoorbeeld, geld stroomt eindeloos en altijd naar mij toe. Mijn money flow is makkelijk. Geld houdt van mij en ik hou van geld. Dat zijn zomaar een paar die je kunt bedenken, maar er zijn natuurlijk oneindig veel. En je moet kijken welke bij jou resoneert. En dan de volgende opdracht is, welke habits die ik nu net allemaal heb genoemd, ga jij gebruiken? En kies je er eentje van de dingen die ik heb genoemd of meerdere? Of ga je zelf een nieuwe habit bedenken? Ik ben heel benieuwd. En wat wordt jouw money mantra? Ga jij jezelf ook elke dag positief toespreken en ga je het geld uitnodigen in jouw leven? Ik ben heel benieuwd. Ik geloof in een compound effect. Als je dit elke dag doet, een jaar lang, 100% zeker dat jouw money mindset veranderd is. 100% zeker dat jouw bankrekening voor is. En dat je een ander gevoel over geld hebt. Dus de vraag is, hoe ga je groeien? Wat zijn precies jouw gelddoelen? En wees daar dan heel specifiek in. Dus welke money mantra ga je gebruiken? Wat ga je verder doen op het gebied van geld? Welke stappen ga je nemen? En ga er bij jezelf na. Wat zijn voor jou de voorwaarden voor een fijn leven? Wil je reizen, mooi huis? Wil je zorgvrij zijn? Wat is voor jou belangrijk? En door dat helder in kaart te brengen, ga je dat ook manifesteren. En kijk dus naar, wat hebben we over geld aan overtuiging in huis? Welke moeten we nog teruggeven aan mensen die ons dat meegegeven hebben, maar waarvan wij weten van, nou, wij willen die overtuiging helemaal niet en die is helemaal niet van ons. Dus wat kan je daar nog helen op dat vlak?
En ga dat dan ook doen, actief. Ga proberen om te kijken of je die overtuigingen kunt ombuigen naar positieve overtuigingen die jou wel dienen. En ga kijken naar hoe kan je dus je geld laten groeien. Ga kijken naar de kansen die er allemaal zijn. En vervolgens stap alvast in de identiteit van iemand die een gezonde money mindset heeft. Misschien heb je het nog niet, maar gedraag je dan in ieder geval alvast als iemand die dat heeft. En hoe doe je dat dan? Door te gaan kijken naar hoe zou je je voelen als je een nieuwe money mindset had? Hoe zou je dag eruit zien? Hoe zou je leven? Hoe zou je met geld omgaan? Hoe druk zou je je over geld maken? Niet dus, hè? Wat zou je dragen? Wat zeg je? Hoe praat je over geld? En ik had het over money language. Dus wat voor gesprekken voer je over geld? Dus wat je bijvoorbeeld niet meer zegt als je in je nieuwe identiteit bent, is dat je zegt, ik heb geen geld of ik heb er geen geld voor. Dingen als, het is te duur. Dat soort dingen zeg je niet meer. Je zegt niet dat iets te duur is. Je zegt, ik geef mijn geld liever aan iets anders uit. Of, ik heb er geen geld voor, is ik kies ervoor om het nu niet te doen. Dat is prima, maar dat geeft een hele andere energie als ik heb het niet, ik kan het niet, ik mag het niet, het lukt me niet. Je voelt al wel dat de energie daardoor naar beneden gaat. Dus kijk naar van hoe kan je dat veranderen, hoe kan je het switchen in je continu bewust te zijn van hey, wat gun ik mezelf daarin? En stap 8 is natuurlijk het implementeren van al deze dingen. Het ontdekken van wat zijn de belangrijkste inzichten die ik heb opgedaan in deze masterclass. En in mijn research naar mijn geldovertuigingen. En naar de kansen die er liggen voor mij om meer geld te maken. En ik hoop dat je daar iets mee gaat doen. Laat het me gerust weten. Ik ben ongelooflijk nieuwsgierig naar de resultaten. Mocht je vragen hebben, stuur me een mailtje, team@katkoolno.com. En ik wens je een ongelooflijk rijk leven en een heerlijke nieuwe money mindset waar je blij van wordt. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.